in de live experience van Hulskamp met René Pauwelsen. Trends, tips in ons Trend Magazine. Dan denk ik, ik ga maar eens even bij Hulskamp langs, want ik wil graag innovatief zijn op mijn evenement. Wat moet ik doen? Nou, je kan een vierkante bitterbal gaan eten. Dat is misschien heel innovatief, maar die is ongetwijfeld al bedacht. En ik denk dat je je af moet vragen, waarom ga ik dat dan doen? Vind ik het leuk dat je die dingen makkelijk kan stapelen, of heb je gewoon trek in bitterballen? Het is een beetje een rare vergelijking misschien, maar in ons vak is dat denk ik wel wat er nu een beetje speelt. Heel veel mensen willen innovatieve dingen. Er is ontzettend veel ontwikkeling op het gebied van media, nieuwe dingen, technieken. En dan is zo'n vraag eigenlijk wel relevant. Alleen, ja, ik stel dan altijd meteen een wedervraag. Waarom wil je dan innovatief zijn en op welke manier? En wat is dan je doel om dat te doen? Wil je mooie sier maken? Als dat je doelstelling is, dan hebben we fantastische producten. Die zijn er te koop, die zijn er te huur. Daar kun je over nadenken. En dan wordt het heel, ja, spraakmakend. De vraag is, als dat de boodschap is, is het goed. Maar vrijwel altijd is de boodschap iets anders. En dan moet je je afvragen, wat is dan die boodschap? Hoe wil ik die over laten komen? En welke, ja, technieken, welke tools kan ik daar het beste bij gebruiken? En dan moet je van tevoren met elkaar over gaan praten. Je moet inzichtelijk maken, wat wil ik vertellen en op welke manier? Dan kun je nadenken over technieken, maar nog belangrijker is het, welke content heb je dan waarmee je dat wil visualiseren. Dus eigenlijk zeg je, denk eerst aan wat je boodschap zou moeten zijn, denk dan aan welke content is daarvoor nodig en ga dan pas in producten denken. Ja, absoluut. Dat is absoluut mijn boodschap. En om een voorbeeld te geven, ik denk dat er nog heel vaak mensen heel veel tijd en energie steken in fantastische technieken. En dat de content gewoon een ondergeschoven kindje is. Dat er heel veel geld wordt uitgegeven aan spullen. Maar dat de basis is de content. Ja, en dat is jammer dat die dat komt niet meer uit. Dat is jammer. Ja. Knip ik er wel aan. Nou, misschien is het wel goed om bij de vraag al te knippen. Want ja. Het verhaal was gewoon rond. Ja, het verhaal was rond eigenlijk. Ja. Want je had de kop in de staart.